Happy New Year aan iedereen die gesubbed is op mijn channel en iedereen die in 2016 één video van mij heeft gekeken. Dames en heren, aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, krijg allemaal de vliegende AIDS. Ja, inderdaad, ja. We beginnen het nieuwe jaar met niks. Want 2017 gaat fucking hard sukken. Het klinkt misschien belachelijk om dat te zeggen, maar dat is gewoon zo. Ik weet niet hoeveel kijkers ik heb die even oud zijn als mij en die dit jaar ook 18 worden. Of mensen die gewoon zelf ouder zijn dan mij. Voor iedereen die in de jaren 90 is geboren, gaat 2017 echt een kutjaar zijn. Ik ga even wat dingen vertellen dat jullie dat echt niet cool zijn. Dit jaar wordt de laatste groep van 90s kinderen 18. Dat betekent dat het zelf geen 90s kids meer zijn, want 90s kids bestaan gewoon niet meer. Iedereen is 18 of ouder. Dit jaar worden de kinderen die geboren zijn in 2001, 16. In mijn hoofd zijn kinderen van 2001 nog altijd 11 of zo. En ik heb op nieuwjaarsavond gewoon 13-jarige meisjes elkaar zien onderkotsen. Ik bedoel, er is niks mis met de wereld, maar het gaat niet goed komen, denk ik. Ik ga naar feestjes gaan, het gaan kinderfeestjes zijn. Er gaan kinderen van 12 jaar op elkaar staan kotsen in de toiletten. Komt niet goed, dames en heren, het komt niet goed. Dus, doe even duimpje voor het nieuwe jaar. En dan zou ik zeggen, laten we beginnen. Let's fucking go! Ik hoop wel gewoon dat jullie allemaal een leuk nieuwjaar hebben gehad. Ik hoop ook dat die meisjes van 13 een leuk nieuwjaar hebben gehad. Dat het een beetje waard was om elkaar zijn kleren helemaal onder te kotsen. Hey, wacht. Ik ga de voice-over doen van deze. Klaar, klaar. Ik hoop dat jullie gewoon een leuk 2016 hebben gehad en jullie veel geld hebben gekregen. Niks gaat hetzelfde zijn dit jaar. Is het nooit. Het is elk jaar allemaal andere shit. Kinderen van 2001 die flessen vodka kopen in de nachtwinkel. It's gonna happen in 2017. Het is zo fucked up dat als ik dit jaar papa zou worden, dat het niet eens speciaal is. Ik kom niet meer in 16 en pregnant. You think you're ready to be a daddy? Oh, hell no. Als ik papa word dit jaar, dan is het zelf normaal, denk ik. Ik wil niet haten op de kinderen die 16 worden dit jaar. Ik wil niet haten op de mensen van 2001 die mijn video's kijken. Maar waarschijnlijk zijn mijn meeste kijkers van 2001. Toppie, dit jaar mag je drinken. Voorzichtig met alcohol. And don't do drugs. Bad for your health. I was gonna clean my room until I got high. Uiteindelijk hebben we wel heel veel gedaan dit jaar. Ik heb toch wel de 100.000 abonnees gehaald. Yeah! En ook de 200.000. Yeah! Bijna de 300.000. Maar omdat ik al een maand of vier geen subs meer krijg, heb ik geen 300.000. What the fuck? 2016 was sowieso het beste jaar van mijn leven. Wat goed is, elke keer als ik iemand zie tweeten 2016 was kut, dan denk ik echt in mezelf zo van, yo, wow, stel je voor dat je gewoon een heel jaar kutte shit meemaakt. Ja, dan heb je echt wel een kut jaar. Waar ik ook echt heel veel tyfus en aids van heb gekregen, zijn al die goede voornemens die ik heb gelezen op Facebook. What the fuck? Ik bedoel, ik zou er een aparte video van kunnen maken waar ik gewoon reageer op de goede voornemens van sommige mensen. Kijk, fuck goede voornemens met nieuwjaar. Als je dingen wil veranderen in je leven, doe dan nu. Dus eigenlijk niet, yo. Als het nieuwjaar is, ga ik stoppen met drinken. Want nu ga ik mij nog helemaal kapot drinken. Nee, zo werkt het niet. Als je goede voornemens hebt, doe dat dan nu. Of doe dan, stel het niet uit, na nieuwjaar doe het gewoon meteen. Wat zijn mijn goede voornemens? Ik heb er geen. Ik ben gelukkig zoals ik ben. En ik moet geen goede voornemens hebben. En ik moet niet veranderen. En ik blijf gewoon doen zoals ik nu doe. En ik ben gelukkig en ik heb alles wat ik wil. Je moet niet altijd dingen veranderen om gelukkig te zijn. Om even iets uit te leggen aan jullie met een klein voorbeeldje. Vorig jaar ben ik uit de squad gekikt. En ik dacht echt dat mijn leven gedaan was. Ik dacht echt serieus dat ik zelfmoord ging plegen of zo. Ik had niks meer. Ik had geen vrienden meer. Ik dacht, yo, YouTube kan ik ook wel vergeten. Nu iedereen haat mij. Ik dacht echt dat ik in de diepste put ooit zat. Dat was niet zo. Dat was gewoon een weekje of zo. Of twee weken dat ik echt heel diep zat. En daarna ben ik gewoon als echte strijder uit die put geklommen. En dan dacht ik zo van, yo, fuck you, bitch. En vanaf nu gezien, vanaf dit punt in mijn leven, is uit de squad gezet worden een van de beste dingen die gebeurd is heel mijn leven. Slechte dingen zijn altijd heel kut op het moment zelf. Maar uiteindelijk kom je altijd veel sterker uit de slechte situatie dan dat je uit de goede situatie komt. Maar als je er echt voor gaat, met alle 100% aan je lichaam zit, dan ga je er zo sterk uitkomen, dat is niet normaal. Dus, wat heb ik geleerd in 2016? 1. Fuck bitch. 2. Fuck alcohol. 3. Strijd voor je leven. 4. Zelf als je skeer bent, kan je een leuk leven hebben. Want geld is niet het enige wat belangrijk is. Maar het is wel belangrijk, want leven is pay to win. Aan alle werklozen, ik hoop dat jullie werk vinden. Ik denk wel dat jullie nog ergens jobs vinden. In 2017, alles is mogelijk. En ik ben benieuwd hoe Trump het gaat doen als president. Want dat is toch wel interessant. Mijn enige wens voor 2017 is dat ik trouw met Margot Robbie. En dat ik haar kan in mijn bed duwen. Als ze haar Harley Quinn pakje aan heeft. En dan ga ik wel de Joker zijn. Call me.
on my cell phone. Late night when you need my love. Bip, bip, bip. Call me on my cell phone. Bip, bip, bip. I know when the hotline blinks. Bip, bip, bip. That can only mean one thing. But ladies and gentlemen, I'll see you guys later. And morgen een nieuw video. Bye. Wij zeker een duimpje omhoog, yo. Adios, bitches. Hey, hello. Dit is een zeer moeilijke periode voor mij. Ik kijk op Twitter en ik smaai en denk, dit is mijn comfortzone. Dit is zo ver.